De minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, die is er vandaag met een delegatie geweest door bepaalde delen van het land, en dat is vooral delen waar er sprake zijn van ernstige slechte wegen. We ontmoeten de minister op de hoek van de Bomaweg en de Zuurzakweg, en dat is waar wij nu ook staan. En zoals u zelf op de achtergrond kunt zien, de Zuurzakweg, die ziet er bij harde regens de afgelopen periode er zo uit. En de minister die is zich hier en ook op andere plekken persoonlijk komen oriënteren, zodat hij dan zelf met zijn team aan deskundigen dan kan zitten, plan verder kan uitwerken, presenteren aan de regering om zo financiën dan hiervoor te krijgen, zodat deze wegen, vooral verbindingswegen, zegt de minister, dat deze wegen dan aangepakt zullen worden, zegt minister Riyad Noor Mohammed in gesprek met TBN Prime Alert. U doet er vandaag wat wegen aan. Wat is in feite de bedoeling van uw bezoek aan de verschillende straten, verschillende wegen? Nou, we hebben vandaag wegen gedaan voor een deel. We hadden vorige week een aantal wegen ook aan bezocht. Vandaag weer een laatste deel in verschillende districten. En de helft van de dag hebben we besteed om verschillende woningbouwprojecten die liepen, of laat het anders zijn, die geïnitieerd waren door de vorige regering, om die te bezoeken. Dat is gedaan met twee ministers, minister Sociale Zaken en mijzelf van Openbare Werken, om te kijken wat er op het veld gaande is met die projecten. Want die projecten liggen, zijn gestopt. Sommige zie je wat activiteit. Er is heel veel vaagheid, onduidelijkheid, omdat de meesten hebben te maken met het gedoe bij de Surinaamse Postspaarbank. U weet, de Postspaarbank, daar was een of andere joegoe gaande, etcetera. Dus dat zijn we vandaag op het veld gaan bekijken. Om uiteindelijk is het doel om beslissingen te nemen. Welke weg gaan we selecteren voor verdere behandeling en welke projecten gaan we kijken of we die nog kunnen oppakken. Ja. En zijn het doorgaans zandwegen? Ja, allemaal zijn zandwegen. Vooral zandwegen, het zijn nieuwe wegen. We hebben vooral gekeken op welke zijn verbindingswegen. Het aantal slechte wegen is verschrikkelijk, is enorm. Je hebt soms wegen die gewoon door het bos moet gaan, dat zie je echt in het veld. Die wegen, het lijkt niet eens een weg, lijkt meer een kanaal. Dus er zijn veel wegen, maar we gaan even nu prioriteit geven aan verbindingswegen. Waardoor heel veel mensen minstens op een hoofdweg kunnen komen en vandaar zijn ze dan beter geholpen. Maar feit is, de achterstand in infrastructuur, vooral wegen, is te groot, is verschrikkelijk. Kanalen, hetzelfde. Er zijn heel veel kanalen die slecht onderhouden zijn. Oké, daarvoor komen we binnenkort met een programma. Dat wordt een urgent programma dat uitgevoerd wordt. Dus wat wegen betreft, in de komende jaren gaat er wat verlichting komen daarin. En egaliseren alleen, zonder wat erbij te zetten, werkt dat? Nee, vooral in de regentijd heeft het geen zin. Als je klinkzand gooit en het regent, is het weer een modderpoel. Dus we mengen het zand nu, maar het aantal straten is zoveel dat voor dit jaar gaan we het misschien nog doen, maar de komende jaren gaan we afstappen van het model. Dan gaan we proberen de toplaag te verharden, want we kunnen niet oneindig doorgaan grote zandputten leeg te halen. En wit zand, baanzand te gebruiken. Baanzand mag eigenlijk niet. Ik ben geen voorstander van baanzand. Maar goed, dat is een mengsel die we maken en nu strooien. Volgend jaar willen we gaan naar het verharden van het mengsel, waardoor dit soort problemen tot het verleden kunnen gaan behoren. En uw eigen oriëntatie vandaag van de wegen? Dus bar slechte wegen, is om weg te rennen. Het is letterlijk en figuurlijk om weg te rennen, al heb je de geweldigste auto, de duurste auto, 4-wheel drive of 6-wheel drive, of het helpt niet, voor één keer goed. Dus we gaan kijken als Openbare Werken hoe wij in de toekomst, vooral die lange wegen, een goede beurt kunnen geven, duurzaam kunnen maken. En de kortere wegen kunnen dan makkelijker aansluiten op dit soort wegen, maar het is triest met heel veel wegen. Laat me eerlijk zijn, laat me ook wat zeggen, er zijn heel veel wegen in het verleden, zulke wegen geasfalteerd geworden, verhard geworden, dus we gaan verder daarmee. Maar is er nu wel geld voor dergelijke projecten, minister? Nee, dus we hebben wat financieringsmogelijkheden, we hebben een lokaal budget. Een combinatie van dat. Daarom zeg ik, we gaan niet alles doen. We gaan misschien maar 10% extra doen. Omdat wat wij niet gaan doen is 100% doen om de koers omhoog te laten gaan. Of om de armoede te laten toenemen. Dat gaan we niet doen. Dus wij gaan wel een balans zoeken. Dat is wel het verschil tussen het beleid van deze en de voorgaande regering. Die is miljoenen dollars heeft, lening heeft gesloten en daarom gaat de koers omhoog. Dat gaan wij niet doen. Dus op dit moment zijn we bezig te kijken hoe we die budgetten omlaag kunnen brengen, et cetera. En dat geldt ook voor de verkavelingsprojecten, de bouwprojecten waar miljoenen leningen zijn aangegaan. Met het geval dat de koers is vandaag omhoog, prijzen zijn omhoog door dat beleid van de vorige regering. Dus wat wij gaan doen, je ziet we stabiliseren de koers, maar daarvoor werken wij ook mee als individuele ministerie. We gaan de projecten reduceren, zodat de druk van de US-dollar minder wordt. Toch? Het is pijnlijk, maar we moeten het doen. Dus als vorig jaar 10 wegen geasfalteerd moesten worden en we moesten zoveel miljoen US-dollar uitgeven, dan ga ik het reduceren om die koers te stabiliseren. Wij als ministerie gaan ook een bijdrage leveren. Het is de opoffering die wel. Ik kan alles doen, maar dan gaat de koers omhoog. Dus dat is waarom we de ronde op het veld doen, om te kijken wat is nu echt urgent en wat moeten we echt doen. En waar is de balans dat de economie in evenwicht blijft? We staan er bijvoorbeeld nu, minister, Bomaweg, Zuurzakweg. U komt er net vanuit de Zuurzakweg. Wat is de situatie die u hier hebt aangetroffen? De Zuurzakweg, vooral in de regentijd. Kijk, in de droge tijd zijn de wegen goed. Als ze geschrebeld worden, is het zalig om over te rijden. Maar in de regentijd is het niet te doen. En je weet, we hebben 2 lange regenseizoenen. Dus zulke wegen zijn lange wegen, baar slecht in de regentijd. Er zijn heel veel verbindingswegen erop. Dus zo'n weg geniet prioriteit. Dus we gaan kijken om zo'n weg voorkeur te geven voor verharding. Ja, minister, is er een bepaalde meldpunt op het ministerie nu? Want wij als media, we worden overspoeld met mensen die bellen over hun straten. En als ik allemaal zou doen, zou het nieuws alleen maar bestaan uit slechte wegen. En dat willen wij ook niet. Maar is er een telefoonnummer of een meldpunt waar de mensen op kunnen bellen wanneer hun wegen slecht zijn? Ja, ik ken het nummer niet uit het hoofd, maar als men gaat op gov.sr, de website van de overheid, dan ga je naar het ministerie van Openbare Werken en daar vind je de burgerinformatie unit. Als mensen mobiel hebben, dan kunnen ze gewoon intikken BIU, Openbare Werken, en dan kom je automatisch op de klachtenunit. En dat is de unit waar men mag aangeven welke weg is slecht, welke sluis is kapot of moet er een kanaal opgegraven worden, etc. Dat is waar men de klachten kan indienen. Als het gaat om klachten met betrekking tot een project of zo, of confidentialiteit of afpersing of weet ik veel wat, dan kan je ook op, dat is een speciaal meldpunt daarvoor, dat je ook vindt op de website. Ja, maar wordt er ook gelijk gehandeld? Wordt er ook vanuit het ministerie gelijk gewerkt aan de klachten? Nou, die klachten zijn in de honderden per dag, gelooft u me. Okay. En als van jou erbij komt, worden het duizenden. Toch, want jij bent overal te vinden, vooral met je campagne. Dus de facto zijn we niet in staat alles te doen. Dat is gewoon, om het eerlijk te zeggen. We kunnen dat gewoon niet doen vanwege mankracht en middelen. Maar iedereen die het aanmelden van de klacht is zo belangrijk, want dat maakt het makkelijk voor ons. Wanneer we bijvoorbeeld een kanaal moeten opgraven of een breder moeten sturen of asfalt moeten sturen, dan kunnen we dat groeperen en dan kunnen we 1 keer uittrekken. Maar als we elke dag verschillend moeten gaan, dan kost dat enorm veel. Maar meer nog, wanneer wij een ontwikkelingsprogramma moeten samenstellen en we hebben alle problemen van iedereen inzichtelijk gemaakt, toch? Zo komen we ook tot die wegen. De wegen komen ook tot stand aan de hand van het aantal klachten dat we binnenkrijgen. Toch? En dan komen we op het veld kijken, klopt het inderdaad, etc. Wegen bijvoorbeeld waar scholen zijn, of ziekenhuizen, polyklinics en dergelijke, die krijgen bijvoorbeeld voorkeur als ze in een slechte weg zitten. Omdat we weten dat de facto honderden kinderen en ouders daar moeten rijden. Toch? Dus zo maken we een keus. Ja. Met alles dus wat u vandaag hebt gezien, minister, even samenvattend, wat zal daarmee dus gedaan worden? We gaan dus nu het voorstel opstellen, uitrekenen. en voorstellen aan de regering voor goedkeuring. En als de middelen vrijgemaakt worden, dan kunnen we starten met de uitvoering.